Het is de afgelopen minuut opeens echt 100 graden warmer geworden in mijn kamer. Dus als ik aan het zweten ben, just accept it. Iedereen, welkom bij weer een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag heb ik voor jullie een favoriete video. Het houdt in dat ik wat favorieten die ik de afgelopen tijd, heb gehad. Vandaag aan jullie ga laten zien. De laatste keer dat ik dit heb gedaan is volgens mij al een jaar of een half jaar geleden. Dus ik dacht, het is wel weer leuk om het een keertje te doen. Ik moet eerlijk zeggen dat toen ik naar favorieten aan het zoeken was en ik naar mijn oude favoriete video's keek, ik helemaal niet zo erg veel nieuwe of andere favorieten heb gekregen. Ik heb echt bijna geen nieuwe make-up producten gekocht. Gewoon omdat ik eigenlijk eerst even alles wil opmaken in plaats van gelijk nieuwe dingen te kopen. Toch heb ik een aantal dingetjes kunnen verzamelen die ik graag aan jullie wil laten zien. Dus veel plezier met kijken. Ten eerste een saaie, maar een organisatietip voor school. Ik krijg er vaak vragen over, dus ik dacht, ik laat het maar gewoon zien, dan dat is misschien fijn. Zoals jullie vast wel in mijn schoolspullenshop nog hebben kunnen zien, heb ik dit schrift gekocht. En dit is eigenlijk een beetje bedoeld als mijn allround schrift. Voor sommige vakken hoef je soms alleen maar aantekeningen te maken. Heb je een werkboek of weet ik veel wat. En daarvoor heb ik dan dit schrift. Jullie maken to-do-lijstjes in, maar de belangrijkste reden dat ik dit aan jullie wil laten zien was dit. Dit is iets wat ik van mijn vriendin over heb genomen. Zij deden het al een tijdje. Dus shout-out naar hun voor dit. Basically staan er hier de weken en hier de vakken. En een soort van blokjeschema met de weektaken. Het is gewoon zo chill om de weektaken te kunnen afvinken dat ik ze gewoon ben gaan doen. Dus heb je nog een motivatie, iets nodig? Dit kan echt helpen. Ik doe het echt op een hele onlogische volgorde. I don't care. I'm just gonna go with it. Favoriete schoenen zijn mijn Superga's. Ik heb ze een tijdje voor de zomervakantie gekocht. Oh, en ik heb ze al zeker heel veel gedragen. Ze zijn donkerblauw, de zool is niet wit, maar een beetje crème. Ik vind ze gewoon heel erg leuk. Ze passen met heel erg veel. In eerste instantie dacht ik, is donkerblauw wel een makkelijke kleur om te combineren. Maar ja, het is gewoon heel erg fijn. Je hebt ze in alle kleuren en maten. Ze geven net een andere soort vibe aan je outfit in plaats van Adidas die toch wat meer basic staan. Dus dit is toch wel iets bijzonderder. Deze zomervakantie ben ik een heftige taak aangegaan. Ik heb alle boeken van Harry Potter gelezen. Ik heb dit in een periode van 2 weken of zo 7 boeken gelezen. Dus ik wil niet cool doen, maar best gaaf van mij. Ik raad je ze gewoon heel erg aan als je ze nog niet hebt gelezen. Als je zeker weet dat het niks voor jou is, dan moet je het natuurlijk niet doen. Ik denk dat dit heel erg is wat persoonlijk is. Sommige mensen vinden het helemaal geweldig en sommige mensen zijn echt zo no. Door deze boeken ben ik ook de films leuk gaan vinden en daarnaast ook gewoon, ik voel me echt een kenner nu. Nu ik de boeken heb gelezen. Het zijn gewoon heerlijke boeken. Het enige jammer aan vind is dat je toch wel eerst, eigenlijk het verhaal pas meestal in de laatste helft van het boek echt dat er spanning in komt. En dat in de eerste helft heel veel uitleg is. Wat ook heel erg leuk is, maar dat is iets wat ik dan toch jammer vind. Als je het 2 weken achter elkaar leest, dan van heel spannend naar niet zo heel veel, heel spannend naar niet zo heel veel gaat dan. Ja. Wat betreft make-up favorieten. Ik gebruik eigenlijk nog steeds hetzelfde als alles. Wel heb ik in Spanje deze bruine oogpotlood gekocht. Dat toch wel best wel fijn vind. Het staat gewoon iets minder hard dan zwart oogpotlood. Wauw, Amy. Maar de laatste tijd draag ik het ook niet zoveel. In de zomer draag ik gewoon niet zo erg veel make-up. Dus ik heb er ook niet echt heel erg veel favorieten. Maar dit is weer heel leuk om even een beetje je mascara wat extra aan te zetten ofzo. En het staat gewoon wat minder harder. Het staat gewoon mooier, vind ik zo. Daarnaast ben ik deze zomervakantie wel weer een fan van het bronzen. En mooier maken van je, van je huid. Dat doe ik meestal met mijn Hoola bronzer. Laatst heb ik ook wat vaker deze bronzer gebruikt. Omdat als je bruiner bent dit wat meer werkt. Maar ja, ik merk toch wel echt heel erg het verschil ook gewoon qua formule tussen deze twee. Dus ik ben eigenlijk nu al wel weer terug hierheen. Ook in de crease is heel erg mooi. Dus het is trouwens gewoon de Hoola bronzer. Ik heb er zo vaak over gepraat. Volgens mij denk ik er ook echt een rot op ermee. Maar het is wel een favoriet, dus ik ga het gewoon laten zien. Ik weet niet of ik hier ooit over heb gepraat. Maar als je nog een keer naar een mooie highlight zoekt. Make Up Revolution heeft hele mooie paletten. Hier met allemaal verschillende mooie blush kleuren. Dit is het Ultra Blush Palette in Golden Sugar. Het is gewoon heel erg gevarieerd en er zit gewoon heel erg veel leuks in. Dus als je nog eens zoekt naar een goedkope highlighter die wel echt mooi is, dit is echt, echt da bom. Iets wat jullie zelf ook wel eens opgevallen is dat ik echt super fan van ben van allemaal van dit soort kettingjes. Deze is van Beach Each, deze is van Fema Vina. Ik zet de linkjes wel gewoon in de beschrijving. Onder elke video krijg je hier wel vragen over. Ik heb ook nog dit kettingje van Beach Each en daar ligt er ook nog een, ik pak hem wel even. Dit is een choker van Bella Beauties.
allemaal van die Instagram accounts. En je kunt ze voor best wel goedkoop gewoon echt super veel van die leuke kettingjes kopen. I'm a huge fan. Love them, 10 out of 10, recommend. Ik hou heel erg van jurkjes met panties combineren. De laatste tijd is het niet eens nodig, want je kunt gewoon jurkjes op zichzelf dragen. Super chill, want ja, het is september en dat is gewoon wat erbij hoort, denk ik dan. Ik kan nog van vorig jaar herinneren dat ik gelijk mijn kooltrui aan ging doen en langzaam zeker naar de winter ging over, naar de herfst overging. Maar nee, dit jaar niet. Ik mag natuurlijk niet zeuren, ik heb gisteren nog lekker kunnen varen, maar alsnog vind ik het ook wel leuk als een beetje die cozy trui tijd ingaan. Dit jurk van Zara heb ik binnenstebuiten, maar jullie snappen het wel. Hier heb je een foto ermee. Hier. Het is gewoon een super leuk jurkje en je kunt er gewoon lekker een panty en laarsjes en een leren jasje op. En hij is gewoon helemaal te doen voor de herfst. Ja, volgens mij staat hij nu scherp hopelijk. Camera was uitgevallen. Oh shit, hij loopt nu weer te knipperen. Oh chill. Andere accu ook leeg. Lekker geregeld, Evie. Jurkjes met panties, grote aanrader. Je ziet er gewoon gelijk heel erg alsof je heel erg moeite over heb gedaan. Maar eigenlijk heb je er helemaal niet zo heel erg veel moeite mee gedaan. Dus gewoon top. Ik heb eventjes mijn vlogcamera erbij gepakt, want ja, mijn andere camera stopte er gewoon naar een andere seconde weer mee. Dus, en ik ben mijn oplader kwijt van mijn accu, dus dat is ook wel goed geregeld van mezelf. I know. Maar ik wil de video affilmen, dus gewoon een lekker combinatie van allemaal verschillende beelden. Yay! Nog iets wat ik leuk vind, bandana's. Die zo als soort van sjaaltje om je nek knoopt. Of in je broek of zo, of gewoon als accessoire. Deze komt van Zeeman, ik vind hem eerlijk gezegd niet zo fijn. Het is gewoon zo'n zakdoek. Die had ik nog van heel erg lang geleden als een zakdoek, echt. Hij is een beetje stug, dus ik wil hem eigenlijk wat minder stug hebben. Zodat je tenminste chill kan knopen. Misschien als ik hem een keer in de was doe of zo, een beetje met een scheursponsje behandelen, dat hij dan wat minder stug is. Momenteel is hij dat nog wel, jammer genoeg. Maar we zijn aan het werken, hij wordt straks al minder stug hopelijk. En anders koop ik gewoon een nieuwe. De laatste tijd ben ik echt heel erg van de pannenkoeken met kaas. Het is zo'n jeugdsentiment. Het is gewoon heerlijk, pannenkoeken met kaas. Het is gewoon top. Heel vaak gewoon op zondag of zaterdagochtend. Ja, doen. Deze zomervakantie gingen we met de auto naar Frankrijk. En in de auto hebben we Avatar gekeken. En het heeft me gewoon weer in laten zien wat een geweldig film het is. Als je hem nog niet gezien hebt, zeker kijken. Ik ga het verhaal niet uitleggen, want ik ben er heel slecht in. Het is gewoon echt een heel erg indrukwekkende en gaaf gemaakte film. Dus zeker een aanrader. Ook Inception heb ik van de zomer gekeken. Ook een hele gave film. Ja, ook heel indrukwekkend, et cetera, et cetera. Ook een aanrader. Ik ga de verhalen niet uitleggen. Kijk maar even lekker de trailer. Inception gaat over dromen, als je er nog nooit van hebt gehoord. En Leonardo die speelt erin. Dat is dan wel zo'n beetje alles wat ik even snel bij elkaar heb bedacht. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. En ja, een beetje chaos. Typisch Evie. We accepteren het, we gaan door. Oh, nog een favoriet. Deze chocola. Het is echt geweldig. Kinderchocola, dat is het. Zie je het? Scherp? Oh, lachen. Dat was een video. Ik zie je volgende keer.